Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En ik vertel jullie iedere keer dat je met je Q-Time heel veel verschillende dingen kan doen. En ook vooral met dit warme weer. En met dit warme weer moet je gewoon schaafijs van Mashiro Snow gaan doen. En vandaag is Perry Pinas terug bij ons, want hij heeft een nieuw product en hij gaat er ons alles over vertellen. What made is a little Q-Time? Hi Perry. Yes, hoe goed met jou? Goed. Je bent druk bezig geweest, want ik zie je overal door de straten van Paramaribo rijden. Het wordt weer warmer in Suriname, dus de business is booming. Maar voor iedereen die nog niet gehoord heeft van Mashiro Snow, misschien kan je heel kort vertellen wat dat precies is. Ja, dus Mashiro Snow is een schaafijsproductie en deliveringbedrijf, waarbij we eigenlijk ons concept is dat we het product naar de klanten toe brengen. Mm-hmm. Dus we wachten niet dat klanten bij ons komen, maar wij brengen het naar hun toe. Dus je kan zelf, als je 4 bestelt, helemaal tot aan huis delivery krijgen, zonder delivery kosten binnen Paramaribo. En voor feestjes zijn we ook altijd daar. Oké, nee, helemaal goed. En met dit weer, want de vakantietijd is er, het is bijna 100 graden als je niet oppast. Dus dit komt helemaal goed van pas. Maar daarvoor ben je eigenlijk niet hier, want je bent druk bezig geweest. Je bent in het lab gegaan en je zegt van, er moet een nieuwe smaken erbij komen. En je hebt, als ik goed heb geluisterd, 2 nieuwe smaken. Mm-hmm. Dus vertel me een beetje over die smaken dan. Ja, dus de eerste smaak is Kakotaro. Dus een, noem ik die smaak. Mm-hmm. En dat is een Arawaks woord. Mm-hmm. En Mashiro is, zoals we, ik had verteld, dat is is eigenlijk ontstaan in Powaka, waarbij het jongeren werd aangemoedigd om voor werkgelegenheid om ze te helpen. Mm-hmm. En daarom die naam Mashiro betekent samenwerken. En dat bedrijf heet Mashiro Snow. Mm-hmm. Dus het is een makkelijk manier om aan geld te komen om business te doen. Mm-hmm. Dus daarom ook al mijn smaken geef ik een Arawakse naam. Okay. En deze is Kakotaro. Oké, en wat betekent Kakotaro dan? Kakotaro betekent schuim. Oké. Okay. En welke drank is bekend om zijn schuim, veel schuim? Ik wil zeggen milkshake, maar ja, is naar het schijnbier. Ja, toch? Of champagne, of bubbles, ja. Dus, dus dat is die smaak. Het is marcousa, strawberry en bier erbij. En waarom ik daarvoor heb gekozen, omdat bier een prik, een lekkere prik achterlaat in je smaak. En ik weet niet of je soms, wanneer je bier drinkt, dat je, het is lekker, die verlichte bittere smaak. Maar dan, net als een prik zoet. Mm. En daarom drinken sommige mensen geen bier, omdat het zoet ontbreekt. Maar als je nu die marcousa stroop en die strawberry stroop erbij zet en die bier, is het compleet. Dat is helemaal handig. Zo, en met dit weer. Ik zie me helemaal zo in de zon. Zo met mijn Kakotaro. Met mijn Kakotaro zo in mijn hand. Ja, dan moet het wel helemaal goed komen, toch? Speciaal voor de vakantie, dan hebben we die smaak ontworpen. Oké, maar we hebben niet alleen de Kakotaro. Er is nog eentje. Dus die andere heet Maseme. Maseme. Oké, tell me about Seme it. Maseme komt van semero, suiker. Mm-hmm. En semente betekent lekker. Mm. Dus je hebt een lied, seme. Ik weet niet of je dat lied kent. Maar het is een bekend lied van bij de inheemse. Zing het nog een keer. Het is bijna seme, yaro watu seme. Seme, mahiri watana. Dus suiker. Lekker. Oké. Dus semero is suiker. Uh-huh. En seme is, maseme is geen suiker. Oh, oké. Okay. Dus dat is een suikervrije schaafijs. Oh. De enige is Suriname. En het is mooi, want vele mensen die komen kopen soms willen een schaafijs. Het weer is heet, maar ze zijn diabetes. Of anderen doen al aan hun lijn of in de gym gaan ze letten echt op hun suikerinname. Mm-hmm. Dan is dit een goede vervanging. Ja. Oké, okay, maar dus als ik zeg maar die maseme neem, dan krijg ik geen strawberry en nee, dus je krijgt diet coke. Mm-hmm. En dan komt er een hele lemon erin. Mm. En dat is heerlijk. En het is ook goed, want
waarom ik ervoor heb gekozen, die Diet Coke heeft artificiële stoffen erin. Mm-hmm. En die maak je bloed zuur. Mm-hmm. En die lemon juice, die maak je bloed alkalisch of basis. Waardoor je inkoop dan... Direct balans. Ja, nee. Ja. En, ook, en dus dan kan iemand die zo een massa mee gebruikt, mm-hmm. echt genieten al en hoef je niet bang te zijn dat hij te veel suiker inneemt of zo. Nee, je hebt er alles nagedacht. Ja, zo. Niemand wordt uitgesloten deze warme periode. Iedereen. Okay. En ik heb het voorrecht om het te komen proeven vandaag. Yes. Dus dat gaan we zo meteen doen. Maar stel iemand kijkt nu thuis en denkt van... ik heb nog nooit gehoord van Mashiro en is helemaal enthousiast erover. En denkt van, hé, ik wil toch wel dat Terra huis bij mij geleverd kan worden. Mm-hmm. Hoe kunnen ze je dan alsnog bereiken? Of hoe gaat het bestelproces er nog eens aan toe? En misschien weten ze daar nog niets over. Mm-hmm. Dus op het nummer 3x8-3324... kan je bellen of je kan ook appen op dat nummer. 3x8-3324. Mm-hmm. En dan komen we binnen 15 minuten of een 20 minuten weer thuis. Binnen Paramaribo. Oké, okay, binnen Paramaribo. Mm-hmm. Dus ja. Klein Paramaribo of groot Paramaribo? Paramaribo. Mm. Gewoon heel ja. Paramaribo. Ja, ja. Mm-hmm. Oei, ik was gisteren ergens in Paramaribo. En ik kan je nu zeggen dat als ik jij nu een telefoontje krijg, 15 minuten ben je niet. Daar van Paramaribo. Ja, dan zeggen we je binnen, zet het op die GPS. Mm. En dan zeggen we je zijn binnen een half uurtje of 45 minuten daar. Maar ook voor feestjes kan je ook bellen en bestellen. Dus dat kan je doen. Je kan ook een bestelformulier van ons invullen. En als je een feestje hebt, misschien over een maand of over 2 maanden. En dan zetten we het in onze agenda. Nee, helemaal prima. Alles unlocked. Ja. Nou, meneer Perry, ik wil jullie bedanken voor nog een keertje langskomen en ons vertellen over uw nieuw product. En ik hoop dat u het zo druk heeft, dat u geen enkele andere dag ruimte heeft om nog een keer te zeggen, ik wil een keertje komen, want business gaat zo goed. En ik hoop echt dat het gaat lukken voor u. Ja, dankzij jullie power. Nee, moet wel lukken. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Perry Pina van Mashiro Snow bij ons in de studio. Hij heeft 2 nieuwe smaken van Mashiro Snow. En dat is de Kakotaro en de Masime. De Kakotaro is met de extra prik, die extra bubbel met een goed biertje erop. En die andere is suikervrij. Dus er is aan iedereen gedacht. Iedereen die wat extra wil, iedereen die niet zoveel zoet mag. Bij Mashiro Snow komt dat ieder aan zijn trekken. Het nummer komt in beeld als je bestelling wil plaatsen. Hij komt tot haar huis. Als je zegt, ik heb een feestje, hij stuurt een formulier, vul het in en zet maar direct de datum, want hij lokt het in zijn agenda. Dus bestel jouw Mashiro Snow, bestel jouw Kakotaro, bestel jouw Masime en maak er gewoon een prachtige vakantie van. En remember, your time plus my time is cue time. Ja, dus dan gaan we eerst die Kakotaro maken. Dat is Marcusa stroop, strawberry stroop en een biertje. Hier zetten we Marcusa stroop. En dan strawberry stroop. En een clary. En gaan we dat biertje zetten. En dan zie je die Kakotaro, die schuim. Oeh, je hoort hem ook. Ja. Dit is de originele, echte Kakotaro. Nergens in Suriname heb je dan deze smaak. En dan de tweede is de... Masime. Masime. Citroen. En dan... Nog een halve... En citroen is heel goed ook om te ontstressen. Hoezo? Dus studies hebben uitgewezen dat die geur van die citroen, dat het op je emoties werkt. En dus als iemand dan... mijn stress, dan gooi ik een stuk citroen op ze. Ja, dus... En dan meestal zetten ze het aan de rand van die cup, toch? Uh-huh. Zo. Dus dat wanneer je hem gaat drinken, dan
inhaleer je die citroen aroma. Die aroma. Mm-hmm. En dan werk dat op je emoties. Dus wanneer je bezig bent, niet alleen die temperatuur brengt, haalt jouw stress weg. Ook het prikken met dat rietje haalt die stress ook weg. Ja, maar ook die geur die je krijgt. Het helpt je ook beter te proeven. Als je het ook ruikt. Maar het helpt je ook. Het werkt ook goed op je emoties. Dus het is eigenlijk de perfecte. Niet alleen. Het is eigenlijk therapie die eetje. Dus het is hier niet alleen een eetje. Mm. En dan komt die diet koker op. Dus al je zintuigen zijn bezig terwijl je dit eetje eet. Zelf je reukzintuigen. Ja, dat wel. Temperatuur, je voelt het en je proeft het. Dus dit is de... Massime. En dit is de... Kakotaro. Hey! Yes! Komen jullie genieten, Hazen. En speciaal voor jullie gemaakt. Mensen die in de gym zijn. Of mensen die diabetes zijn. Of mensen die een prikje willen. Lekkere prik. Dan kan je een Kakotaro gebruiken. Kom proeven, deze vakantie is het speciaal voor jou gemaakt. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.